Kunnen de kopstukken uit de klimaatwereld de klimaatproblemen oplossen? Dit is Uitgelicht. Goedenavond. Alle kopstukken uit de klimaatwereld zijn bij elkaar in Polen om te kijken wat er mogelijk is om het klimaatprobleem op te lossen. Straks een gesprek hierover met klimaatdeskundige Eimert Melwijk. Maar eerst gaan we het hebben over de Mars voor het Leven. Aankomende zaterdag wordt hij voor de 26e keer gelopen. En vorig jaar waren er ongeveer 14.000 mensen op de been die zich uitspraken voor het leven. Aan de telefoon heb ik Kees van Helden, directeur van Stichting Schreeuw om Leven, die de Mars al jaren organiseert. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, hoeveel mensen verwachten jullie aankomende zaterdag? Ja, dat is elk jaar een verrassing. Vorig jaar was het de 25e keer, dus we hadden behoorlijk veel aandacht. We waren er 14.000. Het zou best kunnen zijn dat er meer zijn dit jaar. Het kan zijn dat er minder zijn. Ik kan er niets van zeggen. Maar iedereen die er is, die is welkom. Iedereen is welkom. En wat is nou de specifieke boodschap die jullie willen laten horen aan de mensen aankomende zaterdag? Nou, het is opmerkelijk dat met de Mars merken dat er steeds meer mensen uitspreken dat ze voor het leven zijn. En dat 30.000 noodsituaties toch wel een hele rare situatie is. Er moet veel meer hulp komen voor vrouwen in nood. En kijken naar de problemen achter de abortusoverweging. Dat is veel belangrijker dan het kindje weghalen. Ja, maar goed, het is een stille mars. Hoe gaan jullie dat dan overbrengen? Alleen al door het te zijn, geef je signaal uit. Vorig jaar met die 14.000 mensen, een week later stond er allerlei artikelen in de krant. Mensen die zich zorgen maakten van de pro-choice. Dat er de pro-life beweging zo groeit in Nederland. Nou, dat zien we de afgelopen maanden natuurlijk. Ontzettend veel aandacht voor abortus. Ja, ze maken zich zorgen. En ik denk, door er te zijn, geef je een stil signaal uit van, hey, dit doen we wel in Nederland, maar is dit wel juist wat we doen? Ja, en dit laten jullie dus zien, hè, met zo'n mars door Den Haag heen. Maar nu zullen veel omstanders denken van, ja, dat zijn die gekke christenen weer die dit weer aan het doen zijn. Hoe voorkomen jullie nou dat mensen jullie niet voor gek verklaren met het feit dat jullie hiervoor uitspreken? Nou, dat is een mooie vraag. Kijk, je kan tegen abortus zijn. Wij zijn dus echt, als Schreeuw om Leven, staan wij tegenover de abortuswet. Dat is voor ons geen optie. Maar het tegen zijn is niet het enige. Je moet ook je hand uitstrekken naar de mensen in nood. En dat doen we ook. We hebben 4 hulpverleners op kantoor. We hebben er 10 in het land. Dit jaar komen over meer dan 500 hulpvragen uit. Die vrouwen die bieden we onderdak, die op straat worden gezet. We bieden ze financiën, we bieden ze de baby uitzet als ze het niet kunnen betalen. Dus wij bieden ook wat. En dat is eigenlijk gelijk de klem die er ligt in de media van, hey, Schreeuw om Leven, die is tegen abortus. Maar ze doen ook wat, dus hoe moeten we ze nu eigenlijk benaderen? Dat is een mooie ontwikkeling trouwens. Ja, en nou is aankomend zaterdag de Mars. Wanneer is die voor jou geslaagd? Hij is al geslaagd. Als ik zie hoeveel aandacht ervoor is, dan is die, we hoeven hem alleen nog maar te lopen. Maar hij is al geslaagd. Iedereen die er komt, dat we samen, trouwens christenen en niet-christenen, en van christenen uit de hele brede spectrum, iedereen is er. Dat is geweldig. Maar als we er zijn, samen luisteren naar Kees van den Staaij, naar Karla Dick Faber, een ervaringsdeskundige die vertelt hoe ze een abortus ondergaan heeft. Samen zingen, samen bidden, dat is fijn om erbij te zijn. Moeten mensen zich nog aanmelden of iets dergelijks? En hoe laat is het? Waar moet je je aanmelden? Dat soort zaken. Nou, aanmelden hoeft niet per se. Iedereen is welkom. Dus we beginnen om inlopers vanaf 11 uur. We beginnen om 12 uur en om 1 uur gaan we lopen. Maar willen mensen met de bus mee? Dat kan. We rijden vanuit heel Nederland bussen. Even naar schreeuwomleven.nl. En dan kunnen ze zo zien waar ze zich op kunnen geven en gratis met de bus mee kunnen. Helder, heel erg dank voor de toelichting. Kees van Helden, directeur van Schreeuw om Leven. En het gaat dus om locatie het Malieveld in Den Haag. 11 uur, vanaf 11 uur dus de inloop. Dan in Polen is afgelopen week een grote klimaattop geweest waar de huidige stand van zaken rondom het klimaat werd besproken. En daar kwam veel nieuws uit naar voren en dat gaan we bespreken met klimaatdeskundige Eimert Melwijk, directeur van GroenPand. Hartelijk welkom. Dank. Ja, heel veel nieuws, want ze zijn er allemaal bij elkaar. En tegelijkertijd kwam ook, ik weet niet of het toeval was, kwam er een bericht dat er 3 gerenommeerde onderzoeksbureaus zijn die zeggen van, joh, die doelstellingen die Nederland gesteld heeft, of door de rechter opgelegd zijn, de Urgenda-doelstellingen zoals ze zeggen, ja, die gaan we bij lange na niet halen. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? We wisten wel dat het heel taai zou worden om die doelstellingen te halen.
Maar we lopen nog een stuk verder achter dan dat we ook eigenlijk de experts hadden gedacht. En dat heeft met een paar dingen te maken. Onder andere dat de economie behoorlijk aan het aantrekken is in Nederland. Dat betekent meer vrachtwagenkilometers, harder draaiende fabrieken, Rotterdamse haven waar meer doorheen gaat. Dus er zijn eigenlijk, vooral die economische groei, die heeft het eigenlijk weer een stapje terug gedaan. Dus al hadden we bij wijze van spreken de economische crisis doorgetrokken, dan was dat in die zin beter geweest voor het klimaat. Maar het, goed, is wel heel, het is niet een paar procent dat erachter. Dat is het. Het zijn flink wat procenten, zeg maar. Ja, het zit gewoon mijlenver tussen. Ja. En 2020 staat natuurlijk ook eigenlijk gewoon echt voor de deur. Het is over een jaartje. Het is bijna 2019 naar het jaar door. En we wisten ook al wel toen die klimaatzaak er was en toen de uitspraak er kwam, dan zie je hoe pittig het is om op zo'n korte termijn ook dingen te gaan doen. Dat ontslaat je niet van de taak. Ik was vanmorgen zelf nog in een wijk in Amersfoort, waar een hele wijk men wil gaan verduurzamen. Nou, daar ben je al maanden bezig met alleen erover praten, bij wijze van spreken. Laat staan dat je gaat beginnen. Ja. En dat duurt misschien wel jaren. Dus het is een vrij langlopend proces. Maar ik ben wel behoorlijk teleurgesteld, eerlijk gezegd. Ook, zeker als je er zelf dagelijks mee bezig bent. Zeg, nou, we hadden toch wel wat meer gehoopt. Maar staatssecretaris Wiebes, die had gezegd in zijn meest positieve voorspellingen zou het 23% zijn, nog niet eens de 25% die we zouden moeten halen. Ja. Maar dat was al het meest positieve scenario. Ja. En dan kan je toch op je sokken aanvoelen dat bij lange na niet gered gaat worden. Dus daar hoef je toch geen gerenommeerd onderzoeksbureau voor te zijn. Nou, kijk, je moet wel een gerenommeerd onderzoeksbureau zijn om te meten hoeveel het dan exact gaat worden. Het is best wel lastig als je gaat kijken naar hoeveel energiestromen door een land heen gaat als Nederland. Hoeveel gas er doorheen gaat, hoeveel kolen, hoeveel olie en waar je dat dan moet meten. Nee, dus je hoeft geen gerenommeerd onderzoeksinstituut te zijn om te zeggen, nou, we gaan het niet halen. Maar hoe ver we het niet gaan halen en dus ook, nou, 2020 gaan we dan niet halen. Maar gaan we dan de doelstellingen uit 2030 of 40 wel halen? Ja. Om uiteindelijk aan dat doelstelling, namelijk dat de klimaatverandering in deze wereld binnen de perken blijft. Ja. En dat het niet helemaal uit de hand loopt. Ook nog in de tijd dat wij, ook de luisteraars thuis, dat gaan wij anders nog meemaken. Maar dat moeten we dus proberen, of dat willen we met die doelstellingen binnen de perken te houden. Maar kunnen wij als mensen dat überhaupt wel binnen de perken houden? Is het wel nuttig als we zeggen van, joh, we gaan minder energie verbruiken, we gaan minder met de auto rijden? Ja. Een hele moeilijke grote vraag misschien, maar wel een hele belangrijke natuurlijk. Want als je het daar niet over eens bent, dan heeft het ook niet zoveel zin om het over doelstellingen te hebben überhaupt. Nou, ik was zelf, deze week is er weer een klimaattop in Polen. Ik was daar zelf in dezelfde klimaattop in Polen 10 jaar geleden aanwezig. Ja. Toen was er nog meer eigenlijk wetenschappelijke discussie, ondanks dat er toen ook al heel veel wetenschappers zeiden... Nou, de mens is gewoon voor 90% de veroorzaker van de klimaatverandering die wij nu gaan zien. Ja, er is altijd, ook misschien 100 of 200 of 300 jaar geleden, zijn er klimaatschommelingen geweest. Maar wat we nu gaan zien, dat is echt van een andere orde. Ja. En nu 10 jaar later is eigenlijk de wetenschappelijke discussie die er al was, die is echt tot een minimum gegaan. Dus eigenlijk bijna alle wetenschappers zijn het erover eens. Al die uitstoot die wij genereren, die heeft een één-op-één effect op het milieu. Ja. En als we daar niet over eens zijn, dan moeten we het daar langer over hebben inderdaad. Ja. Want dat betekent, als wij met elkaar dat negatieve effect op natuur en milieu creëren, dan vind ik ook dat wij de verantwoordelijkheid hebben om dat op te lossen. Ja, maar helpt het dan als wij dubbel glas gaan plaatsen? Of moeten we dan kijken naar de grote bedrijven op deze wereld die echt een verschil kunnen maken? Want ondertussen wordt er nog steeds in die haven in Rotterdam flink wat goederen door rondgepompt. We rijden nog steeds met heel veel vrachtwagens rond om onze supermarkten te bevoorraden, bij wijze van spreken. Ja, helpt dan dat dubbel glas bij mij in mijn huis of dat zonnepaneel op mijn dak? Nou, ik vind in ieder geval dit supermarktvoorbeeld voor jou net wel een hele mooie. Want inderdaad, die supermarkten, de Ahold's van deze wereld, de Albert Heijn's, de grote bedrijven, die hebben inderdaad ontzettend veel invloed. Maar wij zijn wel degene die pakjes boter uit die supermarkt gaan kopen iedere dag. Dus uiteindelijk, dat wat er geproduceerd wordt, wordt uiteindelijk voor burgers. Zoals jij en ik, wordt dat geproduceerd. Dus ik denk dat je moet ook dat dubbel glas ook plaatsen. Maar uiteindelijk, de burger is eigenlijk in die zin machtiger dan ooit. Een klein groepje gele hesjes in Frankrijk. Misschien hebben mensen het op het nieuws gezien. Dat is ontstaan met enkele tientallen mensen die zeiden, wij zijn het ergens niet mee eens. Ja. En vervolgens leggen ze gewoon een hele regering in Frankrijk leggen ze plat. Dus
Ja, één druppel op een gloeiende plaat is inderdaad niet zo groot. Dus één iemand die zonnepanelen neemt of één iemand die zijn huis isoleert of dubbel glas neemt is niet zo groot. Maar als iedereen dat samen gaat doen, en die kentering is er echt in de samenleving. Dat werkt ook de andere kant op, want de gele hesjes die zijn tegen die brandstofverhogingen, wat uiteindelijk een klimaatbesparend iets zou kunnen zijn, omdat we minder zouden gaan rijden, omdat er meer geld kost. Dus het werkt ook de andere kant op. Het werkt absoluut de andere kant op. En weg klimaatdoelstellingen, want er lopen een paar gele hesjes rond. Ja, en dat maakt het dus ook zo taai, want inderdaad toen Parijs, een aantal jaren geleden, toen werd het Parijs klimaatakkoord werd gesloten en iedereen had er van zijn grote euforie. Ja. En nu gaan we het klimaat redden. En vervolgens worden de maatregelen doorgevoerd. En dan zie je dat daar weerstand tegen komt. Dus wat we eigenlijk zien is dat de protesten tegen maatregelen van klimaatverandering, dat die succesvol zijn. Terwijl de acties om klimaatverandering te voorkomen eigenlijk minder succesvol zijn. En dat brengt mij tot de conclusie dat er gewoon hele grote belangen zijn van bedrijven, van politiek, maar ook van burgers, om het maar lekker bij het oude te laten. Ja. Om maar lekker te blijven sudderen in die welvaart en die prachtige wereld zoals we hem nu kennen. En gewoon alle problemen maar voor ons uit te schuiven. En dat kan niet de bedoeling zijn. Nou, nu is er wel een bedrijf, heel groot bedrijf, Shell, een van de grootste, misschien wel vervuilers in deze wereld. Die zegt van, deze week bekendgemaakt, we gaan onze bonussen van de top gaan wij koppelen aan klimaatdoelstellingen. Dus niet hoeveel olie is er opgepompt, maar hoe goed hebben wij voor het klimaat kunnen werken. Is dat dan een stap in de goede richting, of is dat niet meer dan een publiciteitsstunt? Nou, ik denk dat het een stap in de goede richting is. Vooral omdat op volgend jaar op die aandeelhoudersvergaderingen er iemand zijn vinger op kan steken en zegt, hey, daar hebben hier allemaal mensen bonussen gekregen, terwijl we nog steeds zo vreselijk veel CO2 uitstoten, broeikasgassen uitstoten, waardoor klimaatverandering komt. Dus ik denk niet dat het direct komend jaar effect gaat hebben, maar we hebben nu wel iets om ze aan te houden. En Shell is inderdaad een hele grote vervuiler. Wel met de kanttekening dat als wij aan de pomp aan het tanken zijn, of we bestellen een pakketje uit China, wat met een schip vervoerd wordt waar Shell brandstof in zit, of we vliegen naar New York voor een weekendje, ook Shell brandstof. Uiteindelijk zijn die brandstoffen wel weer voor jou en mij. Dus ik wil het idee wel een beetje wegnemen dat het de grote boze buitenwereld is, alleen de grote bedrijven zijn. En ja, die moeten we aanpakken. Maar uiteindelijk hebben wij met wat wij consumeren, met wat wij doen, met wat we politiek stemmen, al die dingen hebben we ook echt een grote impact. Maar er zitten dus nu allemaal hele slimme mensen in Polen bijeen om dan te kijken van oké, hoe kunnen we problemen aanpakken? Hartstikke fijn, maar als het bij ons ligt, dan is het uiteindelijk nog steeds top-down. Dus de grote overheid beslist, maar wij moeten uiteindelijk de verandering gaan doen. Ja, wij. Volgens uw verhaal. Ja, ik geloof wel dat de wereldleider moet leiden. Anders is het geen wereldleider. Ja. Maar neem die Franse wereldleider, Macron, die probeert te leiden door die brandstofverhoging, de prijzen door te. Die wordt teruggefloten, inderdaad. Ja. Dus het is, die wereldleiders hebben misschien wel soms wat minder macht dan dat wij ze toedichten. Of ze hebben zoveel macht als dat wij accepteren. En ja, ik denk uiteindelijk dat het erover gaat dat er ook op het wereldtoneel moeten besluiten genomen worden, maar ook in Nederland. Dat in Nederland nu afgelopen jaar dus besloten is dat de gaskraan echt dicht gaat, dat is een groot besluit. Daar moeten we ons vervolgens aan gaan houden. Ik weet nog goed, toen we 10 jaar geleden op die klimaattop zaten, ik kan me die onderhandelingstafel nog levendig herinneren. Toen ging het ook al heel sterk over, hoe gaan we ons er dan aan houden? En ook over dat landen concurreren met elkaar. Dat notabene het gastland Polen, die zegt, het is hier heel koud in de winter, dus wij zijn eigenlijk gerechtigd om wat meer uit te stoten, want onze gaskachels moeten heel hard draaien. Ja, en zo heeft ieder land wel een uitvlucht. Maar dan gaan we er toch nooit uitkomen? Mijn voorspelling is ook dat het vreselijk ingewikkeld gaat worden en dat we er ook niet alleen op moeten wachten. Dus dat we niet moeten wachten tot wereldleiders met de beste oplossingen komen, wat niet wegneemt dat het heel belangrijk is. Maar ik hoop echt dat wij daar ook het voorstouw in kunnen nemen als burgers. En dat kan door je huis te verduurzamen, dat kan door elektrisch te gaan rijden, dat kan door vegetarisch te gaan eten. Manieren. Het kan op duizend en één manieren en we moeten niet langer daarmee wachten. Oké, helder verhaal. Heel erg bedankt voor uw komst naar de studio. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Dag.